Alvast iedereen welkom op dit debat, dat toch wel een actueel gehalte heeft, omdat op dit ogenblik de Vlaamse regering volop aan het onderhandelen is om een nieuw beleidsplan uit te stippelen omtrent het stikstofuitstoot, de stikstofuitstoot in Vlaanderen. We hebben daarvoor 4 panelleden verzameld in dit debat, die elk vanuit hun eigen specialisatie, hun eigen hoek, ook de nodige interessante argumenten zullen aanbrengen en ook hopelijk een interessant debat zullen starten omtrent het stikstofbeleid, de impact daarvan, de oorsprong ook van die stikstofuitstoot en de gevolgen voor ons allemaal. Ik heb een zowat een vast stramien om een debat te starten en dat doen we door telkenmalen elk van de 4 panelleden even heel kort zichzelf te laten voorstellen. En ik leg elk van hen ook 3 vragen voor, waarop ze kort door de duim omhoog of de duim omlaag te tonen, of ze daarmee akkoord zijn met die vraag, of ze ja antwoord geven op de vraag of een nee antwoord. Ik wil graag met de dame in ons panel beginnen, Marjolein Visser. Marjolein, kan je even kort jezelf voorstellen en dan ga ik u even de 3 vragen voorleggen. Ja, goedenavond allemaal. Ik geef les en doe onderzoek aan de ULB, de Franstalige tegenhanger en voorloper van de VUB, voor degenen die eventjes verloren zijn. In landbouwsystemen aan de bio-ingenieurschool van de ULB. En wat daaruit voortvloeit is ook agroecologie, namelijk de ecologie van voedselsystemen, waarbij het verhaal dus opentrekken van landbouw naar voedsel. Ja, ik ben klaar voor de drie vragen. Oké, mooi. Voor alle duidelijkheid voor de Nederlandse mensen in het publiek. ULB staat voor Université Libre de Bruxelles. Is dus de Franse tegenhanger van de Vrije Universiteit Brussel. Marjolein, graag de eerste vraag. We weten allemaal, er is 2 jaar geleden in Nederland een vergunningenstop afgekondigd, waardoor bedrijven en boeren niet meer kunnen uitbreiden als ze daardoor meer stikstof uitstoten. Gelooft u dat het in Vlaanderen ook zo ver zal komen? Graag uw duim omhoog of duim naar beneden. Oké, ik noteer ook die antwoorden, zodat we daar verder kunnen op inspelen tijdens het debat. Dus u denkt dat het inderdaad ook zo ver zal komen in Vlaanderen? Op lange termijn, ja. Oké, goed. Ja, dan tweede vraag. De Vlaamse regering wil dat de stikstofneerslag in waardevolle natuurgebieden tegen 2030 toch met de helft vermindert. Is dat volgens u haalbaar? Ja of nee? Niet haalbaar. Oké, interessant. Dan derde vraag. De stikstof in Vlaanderen komt nu voor de helft van neerslag die uit het buitenland komt aanwaaien. Van de andere helft komt 3/4 van de landbouw. Vindt u het goed of terecht dat vooral landbouwbedrijven worden geviseerd? Onterecht, dus nee. Oké, interessant. Dan ga ik meteen over naar het volgende panellid, Joris Relaas. Even kort uzelf voorstellen. Ja, ik ben de directeur van het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek. Dat is eigenlijk een onderzoeksinstelling verbonden aan de Vlaamse overheid, die eigenlijk allerlei onderzoek doet. Wij zeggen zelf van in de bodem tot op het bord van de consument. En wij doen onderzoek naar de meer traditionele, wat de traditionele landbouw wordt genoemd, maar ook biolandbouw, ook agroecologische landbouw. Al die verschillende systemen proberen wij hier te bestuderen, te bekijken. We zijn vrij toegepast bezig en toegepaster dan de universiteiten. Maar we hebben nu zelf ook een hele grote boerderij, 220 hectare. En wij worden eigenlijk met de problematiek ook zelf geconfronteerd, want onze buren is een mooi habitatgebied, een natuurgebied, waar wij een goede verstandhouding proberen mee samen te leven. En proberen te vermijden dat we te veel stikstof uitstoten die op dat natuurgebied terechtkomt. Als u zegt, wij en hebben... Even geef ik ook nog les aan de Universiteit van Leuven. Landbouwbeleid, dat is eigenlijk een beetje ook mijn specialisatie. Ik volg al vrij lang het landbouwbeleid. Ja, voor alle duidelijkheid, als u zegt, wij hebben ook een boerderij, is dat het ILVO? Ja, of is het ILVO zelf, dat is onze onderzoeksinstelling. Ja. We hebben ook een melkveestapel, een varkenstapel en pluimvee, maar ook 220 hectare landbouw. Ja. Oké, dank je Joris. Wat denkt u? Is het mogelijk, gelooft u dat het in Vlaanderen zover zal komen, dat hier ook een vergunningenstop zal afgekondigd worden?
Moeilijke vraag, denk ik. Ik ga zo wat voor tussenin. Ik denk dat bijna, ja, maar het zal er bijna op aankomen dat we een vergunningenstop gaan krijgen. Maar ja, een vergunningenstop voor meer stikstof uit te stoten. Hè. Geen vergunningenstop dat er niks meer kan gebeuren, dat is iets anders. Dat is wel duidelijk de vraag, inderdaad, ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Dan de tweede vraag was, ja, acht u het haalbaar, de doelstellingen van de Vlaamse regering, om tegen 2030 die stikstofuitstoot met de helft terug te brengen? Nou, ik ben altijd optimistisch, ik denk dat dat moet haalbaar zijn, ja. Oké. Okay. En dan de derde vraag. Ja, je hebt dus de landbouwsector die ook een belangrijk aandeel heeft in die stikstofuitstoot in Vlaanderen. Vindt u het goed of terecht dat vooral landbouwbedrijven op dit ogenblik geviseerd worden? Nee, ik vind dat iedereen zijn deel te doen heeft. Oké. Oké, is duidelijk. Dan ga ik over naar Steven Betts. Steven, ook even kort uzelf voorstellen. Ja, goedenavond. Steven Betts, ik ben werkzaam bij VOCA. Dat is het Vlaams netwerk van ondernemingen. We vertegenwoordigen zo'n 18.000 bedrijven, werkzaam in verschillende sectoren. Binnen VOCA werk ik op het kenniscentrum en volg daar thema's op genre milieu, ruimteordening en ook natuur. Vandaar dat het pasverhaal natuurlijk ook op mijn bureau ligt. Oké, dank je. Ja, wat denkt u van die vergunningenstop? Is dat een scenario dat ook in Vlaanderen zich zal aandienen? Dat ik ga tussenin antwoorden. U zet een joker in. Ik laat aan de panelleden de mogelijkheid om eenmaal op de drie vragen hun joker in te zetten. Dus bij deze is die joker ook wel opgebruikt. Ja, als ik dan even verder kijk, Steven. We hebben dus die doelstelling, vrij ambitieus, van de Vlaamse regering. Is dat volgens u haalbaar? Ik denk dat het haalbaar is, maar niet evident. Oké. En dan, ja... De landbouwbedrijven, worden die volgens u onterecht geviseerd? Nee. Oké. Okay. Is duidelijk. En dan komen we uiteindelijk bij onze Nederlandse gast en panellid. De man die eigenlijk aan de basis lag voor de vergunningenstop in Nederland. En die dus de hele problematiek van de stikstofuitstoot ook volop heeft te berde gebracht. Bij onze bovenburen, Johan Vollenbroek. Johan, kan je jezelf even kort voorstellen? Wat doet u precies? Wie bent u? Ja, mijn naam is Johan Vollenbroek. Ik ben voorzitter van het Milieubureau MOP. En ik wil eerst even rechtzetten dat we dat met een team van juristen doen. Hè? Ik doe dat niet alleen, dat is onmogelijk. Dus we hebben een team van juristen waarbij we aan dit project gewerkt hebben en nog steeds werken. We hebben nog steeds hetzelfde team. Er zijn wat jongere mensen bij MOB nog bijgekomen, jonge juristen. En we werken op dit moment tussen de 5 en 6 mensen die werken aan juridische procedures. En je noemt MOB, wat is MOB? Mobilization for the Environment, mobilisatie voor het milieu. We bestaan sinds kort 25 jaar al. Dus onze kernpunten zijn biodiversiteit en klimaatverandering. Okay. Nou, biodiversiteit en stikstof zijn nou verweven, vandaar onze focus op stikstof. Oké. Okay. En wat denkt u, Johan, die vergunningenstop, komt die er ook aan in Vlaanderen? Gezien de strengheid van de uitspraak van het Europese Hof van november 2018 is dat onvermijdelijk, denk ik. Ja, dus een duidelijk jaar. Het Europese Hof heeft toen een uitspraak gedaan. In welke mate treft die ook Vlaanderen? Nou, die uitspraak treft heel Europa. Dus wat dat betreft heb ik ook vol verwachting gewacht op acties van onze zuidelijke buren om dit ook in gang te zetten. En ik zit ook steeds eigenlijk, ik verbaas me nog dat in Duitsland nog niks op gang is gekomen. Want die uitspraak van het Europese Hof, die geldt voor alle EU-landen. En Vlaanderen is toch ook een EU-land. Ja. Oké. Okay. En als we dan even kijken naar die ambitie van de Vlaamse regering om dus die uitstoot tegen 2030 met de helft terug te brengen, is dat volgens u haalbaar? Nou, de commissie Remkes heeft in Nederland daar uitgebreid op gestudeerd. En, meneer Remkes was zelfs is zelfs een VVD'er. Dus, en hij is van mening dat 50% zonder meer haalbaar is in 10 jaar tijd. En wij denken dat ook, dat dat heel goed haalbaar is. Wij krijgen ook signalen vanuit de boerensector
dat mensen die zijn enthousiast aan het werk gegaan en die zeggen, nou, we kunnen zelfs wel 70% halen als het moet in 10 jaar tijd. Dus ja, duidelijk, ja. Oké, okay. En dan de laatste vraag. Die landbouwbedrijven hier in Vlaanderen, worden die volgens u goed, terecht geviseerd? Vindt u dat, kan u daar achter staan of vindt u dat onterecht? Nou, het is natuurlijk wel belangrijk dat ze geviseerd worden. Ze veroorzaken een deel van het probleem, dus ze zijn ook een deel van de oplossing. Maar wij sluiten dan ook weer aan bij de commissie Remkes, die daar een heel goed advies op heeft gegeven. Die heeft gezegd, alle sectoren moeten 50% terug. Dus niet alleen de veehouderij, maar ook de luchtvaart en ook de industrie en ook het verkeer. Dus wat dat betreft hebben we op dit moment ook procedures lopen tegen alle grote vliegvelden in Nederland. Ja. Alle grote vliegvelden. Want wij vinden dat alle sectoren 50% terug moeten doen. Dus niet alleen de boeren. Ja. Ik heb dat genoteerd als een duim omhoog, dus een ja. Nou, alle sectoren, dat moet duidelijk zijn. Ja. Oké, goed. Dat noteer ik erbij. Ja, wat mij opvalt is dat er toch een vrij gelijklopende mening onder de diverse panelleden, wat niet goed is voor een debat, maar ik zal toch proberen de scherpte erin te houden. Met uitzondering van Marjolein, die antwoordde op de tweede vraag, nee, toen de vraag werd gesteld, is het haalbaar dat de Vlaamse regering die uitstoot tegen 2030 met de helft kan terugbrengen? De andere panelleden vonden van wel. Toch even wat toelichting daarover vragen aan Marjolein. Waarom bent u daar kritisch of sceptisch over? Ik vind die termijn zeer kort. Mm-hmm. De vermindering van de uitstoot, aangezien die voor ongeveer 3/4 van de landbouw komt en voornamelijk dan de veeteeltindustrie en een bepaalde vorm van veeteelt. Veeteelt niet grondgebonden. Dat kan alleen maar gepaard gaan met een sterke vermindering van de veestapel. Dat op dit moment nog altijd onbespreekbaar is. Totaal onbespreekbaar. Dus eer we dat erdoor krijgen, zijn we een aantal jaar verder. En 2030, dat is binnen 9 jaar. Ik denk dat er op dit moment nog echt heel veel werk aan de winningwinkel is om mensen te doen inzien dat het niet anders kan dan door het inkrimpen van de veestapel. Oké, okay. Ga ik meteen even naar Joris. Joris, wat denkt u daarvan? Die inkrimping van de veestapel, is dat op dit ogenblik niet bespreekbaar? En is dat volgens u ook nodig? Ja, niet bespreekbaar. Ik ben natuurlijk niet betrokken bij het politieke spel. Maar ja, ik denk dat er weinig sectoren zijn in de economie die van buitenaf een beperking van hun productie opgelegd willen krijgen. Ik denk dat het heel logisch en goed is dat je zegt van kijk, naar milieu toe mag de vervuiling, de uitstoot, maar een bepaald niveau bereiken. Maar dan is het aan de sector zelf om te zoeken naar oplossingen om die milieudoelstellingen te halen. Ik vind het altijd heel raar dat je zou beginnen te sleutelen aan de productiemiddelen zelf. Er is ook niemand, ik maak soms die vergelijking, ArcelorMittal in Gent. Er is niemand die tegen ArcelorMittal, die meer broeikasgassen de lucht instoten dan de ganse Vlaamse landbouw, vermindert de staalproductie. Nee, men gaat zeggen tegen ArcelorMittal, de uitstoot van emissies, die moet beperkt worden. En dan laat men het aan de inventiviteit van het bedrijf zelf over om te zoeken naar oplossingen. Ik denk dat we ook hier op deze manier moeten te werk gaan. Mm. Wat niet wil zeggen dat in sommige, en dat heeft de Vlaamse regering ook in het verleden gedaan, sommige bedrijven die heel dicht bij een heel kwetsbaar gebied liggen, dat daar niet rond kan gedaan worden. En de Vlaamse regering heeft in het verleden met het vorige pas ook aan een aantal bedrijven als rood ingekleurd en van gezegd van kijk, daar kan geen vergunning meer toegekend worden in de toekomst. Dat begrijp ik wel. Maar om het in het algemeen te zeggen, en ik vind het eigenlijk ook geen goede maatregel, en mensen geld geven om te stoppen, dat het is desinvesteren. Hè. Dat is heel veel geld. Als je daar een kosten-batenanalyse van zou maken, dat is heel veel geld stoppen in zaken die misschien toch gebeuren. Hè. Want als we kijken naar de rundveesector, die bouwt van zichzelf eigenlijk al af in Vlaanderen de laatste tijd. Is dat zo? De rundveesector wel, de vleesveesector wel.
Mm-hmm. Er zijn een aantal sectoren die sterk uitgebreid zijn. Ik denk, en dan kijk men vooral naar de melksector, de melkveesector, die is, maar heeft ook eigenlijk te maken met het Europees beleid. Als ik even mag, om dat eventjes kort toe te lichten. We zijn dat misschien allemaal een stukje vergeten, maar vroeger zaten er eigenlijk allerlei economische grendels op de landbouwproductie. En dan denk ik aan de periode van de melkquota. Mensen die al iets ouder zijn, die weten nog dat er vroeger boterbergen waren en vleesbergen en zo meer. Toen heeft Europa allerlei mechanismen in gang gezet om economisch die productie af te remmen. Maar in 2007 is er eigenlijk een schokgolf gegaan door de hele voedingswereld op wereldniveau. En we zijn dat misschien ook al een klein beetje vergeten. Toen was er de voedselprijsschok, heeft men dat toen genoemd. Dat was juist voor de economische crisis. Toen zijn de voedselprijzen enorm de lucht ingeschoten op wereldniveau. Hebben we voor de eerste keer terug eventjes gevoeld van, hola, hebben we hier wel nog genoeg voedsel op wereldniveau? Ik denk aan de Arabische landen. De Arabische lente is toen gestart. Broodrellen in Tunesië. Er was tekort, of men dreigde met een tekort aan voedsel te zitten. En wat heeft Europa toen gedaan? Heeft men eigenlijk beslist om al die grendels die er economisch op die productie zaten, om die er terug af te halen. Mm-hmm. En men heeft toen beslist om melkquotum stop te zetten. Het is dan maar effectief wat later definitief gestopt. Maar men heeft toen al toegelaten dat er meer melk werd geproduceerd. Men heeft ook toegelaten dat de braaklegging werd afgeschaft. Dus u zegt eigenlijk dat Europa dat opnieuw zou moeten invoeren, die grendels? Nee, dat zei ik niet. Ik zal mijn verhaal afmaken. En men heeft toen de deur terug opengezet om economisch te groeien. En daarvoor ook naar de veehouderijsector toe. En was het zo dat er ook naar mechanismen van steun allerlei grendels op zaten. Maar toen had men plotseling schrik, we gaan onvoldoende voedsel hebben. Dan is de economische crisis gekomen. En dat is dan allemaal wat weggevallen. En vandaar ook in Vlaanderen, in Nederland, een enorme groei in de... Of toch een zekere groei dan, in wat de, wilt u dan zeggen? Wat zou dan moeten... waarom heeft u dat verhaal? Maar wat men niet gedaan heeft... toen waren die economische grens positief, omdat ze ook eigenlijk mee voor zorgden dat we niet tegen onze milieugrenzen aanbotsten. Mm-hmm. Maar nu, door alles terug open te zetten, botsen we tegen onze milieugrenzen aan en zijn het niet meer de economische grenzen, maar de milieugrenzen die eigenlijk een limiet zetten op de verdere doorgroei van de productie. Dus ik hoor je wel in het pleidooi houden om toch die grendels terug in te voeren. Om op zijn minst te vermijden... Ja, ik weet niet of die grendels moeten ingevoerd worden. Mm-hmm. Er zijn ook... nu zijn het de milieugrenzen waar de landbouwers tegen aanbotsen. Oké. Okay. En dat voelen dan... we nu heel erg, hè. Ja, ik ga eventjes dan over naar Johan en vraag hem even, hoe zit het met die veestapel in Nederland? En zijn daar maatregelen genomen of maatregelen die in de pijplijn zitten om die veestapel verder af te bouwen? Ja, er wordt op dit moment dus geld beschikbaar gesteld, een boel geld om boeren uit te kopen die toch willen stoppen. Dus dat is de situatie natuurlijk, omdat de varkensprijzen zijn vorig jaar goed geweest, maar een aantal jaren zijn ze ook heel erg slecht geweest, dus een heleboel boeren willen ook graag stoppen als ze geen opvolger hebben. En die laten zich dan graag uitkopen. Maar ik wil toch wel even vooraf zeggen dat als ik dit zo hoor, dan gaan we dit probleem toch wel erg beperkt bekijken. Want in Nederland zijn we echt hard bezig, tenminste ook van onze kant. En ook van de kant van Urgenda, vanuit de klimaatkant, kijken we ook naar de veestapel. En er zijn ook andere redenen om die veestapel fors te krimpen. Dus dat is niet alleen ammoniak, maar dat is ook klimaat vanwege stikstof. Mm-hmm. En in Europa, dat is ook duidelijk, dan wil men eigenlijk naar een situatie toe dat we geen soja meer willen importeren vanuit Zuid-Amerika. Dus dat betekent dat we in Europa ons eigen veevoer zullen moeten gaan produceren. En we hebben daar dus wat aan zitten rekenen. Ik denk dat je dan uitkomt op hooguit 40% nog van, tenminste voor Nederland, hooguit 40% nog van de veestapel. Daar gaan we nog vanuit dat Nederland dan nog wat veevoeder vanuit de omringende landen haalt. Dus als je dat integraal... En dan heb ik ook een derde punt nog. Er wordt massaal gewaarschuwd door virologen. Pas nog ook met die veestapel, vooral in Brabant. Zitten veel te veel kippen, veel te veel varkens op elkaar. Dat is echt een ideale broedplaats voor zoonozen. En straks hebben we Wuhan in Brabant. Dus van alle kanten ligt de veestapel onder vuur op dit moment. En dat zal gaan leiden tot straks, denk ik, ook onvrijwillig, dus verplicht uitkopen. Dat boeren verplicht zullen moeten gaan stoppen.
Ja. Ander punt wil ik even zeggen, van dat kost veel geld, hoorde ik net iemand zeggen. Nou, we hebben een maatschappelijke kostenbatenanalyse laten doen voor heel Nederland. Door Ecoris, dat is het voormalig Nederlands Economisch Instituut. Dat is het Nederlands Economisch Instituut. En die heeft gezegd van nou, dat was net voordat het coronavirus uitbrak. Dat gaat ongeveer 30 miljard euro aan investering gaat dat kosten. Als je echt de intensieve veehouderij compleet duurzaam wil gaan maken, dat betekent extensiveren. Maar als je dan gaat kijken, wat zijn de kosten en wat zijn de baten daarvan, dan kom je nog aan een internal rate of return, of in ieder geval een positieve uitkomst nog, van rond de 3-4%. Dus als land zou je dat zo moeten doen. Dus dat kost in 20-30 jaar geen geld. Dat levert juist veel geld op. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Dan ga ik eventjes ook onze andere panelid aan bod laten komen voor wat betreft dit aspect. Ik hoorde daarnet Joris zeggen, productiebeperking in de landbouw is eigenlijk niet echt productief. In die zin dat het eigenlijk echt wel gaat over ja, iets wat voor de landbouw dan wel zou helden en niet voor de industrie. Mittal moet zijn productie niet beperken, moet wel zijn emissieuitstoot beperken. Hoe staat u daar zelf tegenover, Steven, als we dan u vanuit het bedrijfsleven daar tegenaan laten kijken? Wel... De situatie is nu als volgt. Er is een arrest dat eigenlijk zeer duidelijk zegt dat we eigenlijk niet zomaar met drempels mogen werken. We hebben Europa die zeer duidelijk opdracht geeft wat we moeten doen met onze natuurgebieden, dat we die terug in een gunstige staat moeten brengen. Dus we zitten eigenlijk vandaag met het probleem dat we eigenlijk geen toetsingskader hebben, de vaststelling dat die natuurgebieden er niet goed aan toe zijn en dat stikstof een probleem is. Dus ik denk, uw eerste vraag van daarnet over een vergunningstop, uiteraard is daar een angst voor dat dat ook bij ons op afkomt. Mm-hmm. En dan moeten we kijken van hoe lossen we dit probleem snel op. Mm-hmm. En dan moet je met andere woorden de depositie, dus stikstof dat neerdaalt in die gebieden, dat moet je aanpakken. En dan is er al een groot onderscheid dat we moeten maken tussen uitstoot en depositie. Want als je natuurlijk de tabellen gaat kijken, als we over stikstof spreken, spreken we in dit debat over NOx, dan wel over ammoniak. Dan zie je eigenlijk ten eerste voor ammoniak, dat het is zeer duidelijk, dat is, voor 95% is dat landbouw, dus mogen we inderdaad in die richting kijken. Voor NOx is dat verhaal genuanceerder, is vooral eigenlijk verkeer, maar dat heeft inderdaad industrie, doet ook zijn duit in het zakje. Maar als je dan weer richting die deposities kijkt, is het wel belangrijk. Als je daarop wilt ingrijpen, dan zie je inderdaad dat zeer veel van het buitenland komt. De eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen dat wij ook natuurlijk exporteren naar het buitenland. Duitsland is daar ook nog een belangrijke rol dat die daar vervult. Maar dan als je gewoon puur objectief naar de percentages kijkt van welke sector doet wat en zo verder, ja, puur industrie zit je daarmee een bijdrage tussen de 1 en de 2%, wat in principe verwaarloosbaar is. En dan kijkt men natuurlijk van, kijk, elke sector moet zijn duit in het zakje doen. Ik ben het daar volledig mee eens, maar dan moeten we wel ook de ratio laten zegevieren. Ik bedoel, als je dan kijkt richting industrie, men kijkt dan bijvoorbeeld naar havengebieden en dergelijke meer, ja, dat is al een bijzonder streng gereglementeerde sector die vanuit Europa ook zware normering oplegt, monitoringsverplichtingen en dergelijke meer. Als je daarbij komende reducties zou willen gaan opleggen, strenger dan elders in Europa, dan verplaats je het probleem naar ergens anders. Plus besef, het langhangend fruit is daar al zeer lang geplukt. Dus je gaat daarmee een gigantische kosten zitten, waardoor dat eigenlijk ook niet meer kostenefficiënt is. Dus ik vind wel, dat debat moet in die manier denk ik wel gevoerd worden, waarbij je rekening houdt met kosten, rekening houdt met de werkstelling, toegevoegde waarde, de inspanningen uit het verleden, want uiteindelijk kunnen wij daar toch wel mooie cijfers voorleggen. Ja, en dan, spijtig genoeg, kom je bij een andere sector terecht. En het doet me geen plezier om dat te zeggen, maar ik denk inderdaad dat daar de winsten te halen zijn. En dat heeft ook te maken van, kijk, als je... Je bedoelt de landbouwsector dan? Effectief. Ik bedoel, als je, het heeft ook te maken met het verschil tussen snelheden waarmee die stoffen neerdalen. Het verschil tussen ammoniak en NOx heeft te maken natuurlijk met de hoogte waarmee het wordt uitgestoten, de temperatuur dat het wordt uitgestoten en zo verder. Maar dat wil ook zeggen, als je in die gebieden iets wilt gaan doen en je wilt onmiddellijk een groot effect hebben,
ja, dan zit je inderdaad bij die ammoniakuitstoot zeer dicht nabij die speciale beschermingszones. Mm-hmm. En als je dan de grote industriële spelers zou gaan viseren, stel dat je die uitschakelt, zelf die enkele, ja, dan zal het effect zeer verwaarloosbaar zijn. Terwijl het eigenlijk bij een veehouderij, vlakbij een SBZ, zal je dat veel harder merken. Dat is eigenlijk geen stelling, dat zijn gewoon objectieve gegevens. En dat is natuurlijk, dan maakt het debat dat zorgt dat dat in een bepaalde richting wordt geduwd. Ja, Joris, ik hoorde dus eigenlijk Steven zeggen, ja, het is nu eenmaal een realiteit dat die landbouwbedrijven die vlakbij natuurgebieden liggen, kwetsbare natuurgebieden, dat hun impact natuurlijk veel groter is dan een groot bedrijf dat veel verder gelegen is en op een heel andere manier ook zijn uitstoot organiseert. Vandaar ook dat dan die sector meer zou moeten geviseerd worden. Wat is uw reactie daarop? Ja, mijn reactie is op, er zijn ook industriële bedrijven die dicht bij SBZ-zones liggen. Hè. De haven van Antwerpen is omringd door speciale beschermings- en habitatrichtlijngebieden. Ja. Mm-hmm. Zij stoten minder uit, dat klopt wat Steven zegt, dus dan zullen ze ook minder inspanningen moeten doen. En degene die meer uitstoot, zal meer inspanningen moeten doen. Maar ik denk dat iedereen... Dat het niet kan, denk ik, dat omdat de sector in zijn globo minder uitstoot, dat die dan minder inspanning. Ik denk dat het ook de juridische toets niet gaat doorstaan. Maar ik denk dat het effectief zo is dat de industriële sector het gemakkelijker gaat hebben om aan de doelstellingen te voldoen. En dat het voor de landbouwsector een heel zware dobber gaat worden. Daar ben ik mij ook 100% van bewust. Hè. En ik denk ook in dit debat dat het eigenlijk weinig zin heeft om zondebokken te gaan zoeken. Mm-hmm. Ja, ook al die landbouwers hebben gedaan wat ze konden doen volgens de vergunningen die ze hebben gekregen. Hè. Mm-hmm. En het is ook altijd heel moeilijk om... En in landbouw, ja, dat zijn allemaal vrij kleine ondernemingen, micro-ondernemingen. Ja, die hebben niet altijd de power om grote veranderingen op heel korte termijn door te voeren. Landbouwers die investeren meestal, als er zich grote zaken voordoen, zoals een generatiewisseling, dan wordt er zwaar geïnvesteerd. Ze zijn ook niet polyvalent eigenlijk om het productieapparaat snel bij te sturen. Als je varkens steelt, dan is het moeilijk om morgen plotseling melkvee te gaan houden. Niet zo eenvoudig eigenlijk, maar ja, ik ben mij bewust, het aandeel van landbouw is groot. Dat de landbouw heel sterk inspanningen zal moeten leveren. Ja. En wat we eigenlijk ook merken, als je dan weer terug wat verder kijkt in de geschiedenis, en vroeger deden we aan landbouw in de stad. Ik heb nog geweten bij ons in het dorp, dat midden in het dorp, dat er 3-4 landbouwbedrijven waren. Die zijn eigenlijk allemaal door de woninguitbreiding weggedreven uit de stad. Die zijn meer zich gaan verplaatsen dichter naar... natuurlijkere gebieden, dichter bij valleien en zo verder. En nu krijgen we van de weeromstuit. De tegenreactie heeft te maken met feit, altijd permanent voortschrijdend inzicht. Een klein voorbeeldje om hoe de landbouwers er moeten tegenaan kijken. In het kader van het mestbeleid heeft men tegen de landbouwers gezegd, jullie moeten in eerste instantie 3 maanden mestopslag voorzien. Omdat je de mest niet mag uitrijden op momenten dat het niet mag. Nadien heeft men gezegd dat is onvoldoende, dat moet 6 maanden mestopslag zijn. En dan heeft men nog iets later gezegd vanuit Europa, nee, het moet 9 maanden mestopslag zijn. Dus die landbouwers doen al die investeringen. En dan zegt men vanuit Europa, Dori, we hebben ons vergist, want dat je eigenlijk niet mogen doen, die mest zo heel lang opslaan. Want hoe langer dat je de mest opslaat, hoe meer methaan dat er wordt geproduceerd. En we bekijken nu alles vanuit een klimaatperspectief. Ja. Dus maar vertel dat maar eens tegen die landbouwer. Die eerste. Dat is evident, inderdaad. Ja. Ik wil daar toch ook een klein beetje begrip voor vragen, dat het niet zo eenvoudig is en dat die landbouwers eigenlijk gedaan hebben wat op een bepaald moment de geldende wetgeving was. En vandaar dat ik vind, we moeten niet te veel zonnebokken zoeken. We staan voor een enorme uitdaging, de landbouw staat voor een enorme uitdaging en wij moeten proberen te zoeken naar oplossingen. En er zullen verschillende soorten oplossingen zijn. Er zal de natuurlijke afvloei zijn, waar dat Johan ook over sprak. We zien, en dat is al sinds de jaren 50 zo, dat er elk jaar 3-4% van de landbouwers stoppen. Mm-hmm. Dat zal blijven doorgaan. En op die manier zal er misschien ook een stukje sanering zijn. En voor de rest zal het een stuk van innovatie moeten komen, denk ik. Ja, oké. Voorleer we verder gaan op wat nu eigenlijk die negatieve aspecten zijn van stikstofuitstoot voor ons als mens, als
ja, onderdeel van een biotoop, van een natuurlijk systeem, wil ik eventjes nog aan Johan de vraag stellen. We hebben op Europees niveau in zaken CO2-uitstoot die emissierechten, die handelen in emissierechten. Zou het ook een mogelijkheid kunnen zijn dat elke lidstaat op zich ook een soort markt voor stikstofemissierechten gaat in gang duwen, waarbij dus landbouwbedrijven bijvoorbeeld die willen stoppen, x aantal emissierechten hebben die ze op de markt kunnen te gelden maken, waardoor andere bedrijven dit kunnen opkopen en waarbij een soort regeling zou kunnen voorzien worden dat er gradueel ook minder en minder stikstofuitstoot tot gevolg is bij, of in de realiteit zich zal voordoen bij die bedrijven, omdat nieuwe bedrijven over, of oude bedrijven overnemen, er ook op neerkomt dat men modernere installaties, nieuwe technologieën zo moeten hanteren. Is dat een mogelijkheid om dat door te voeren? Eventjes uw micro aanzetten, Johan, want we horen u niet. Sorry, ja. Wij zijn daar mordicus op tegen, ja. op die stikstofhandel, zoals we dat noemen. Op de eerste plaats is het zo, stikstofrechten bestaan niet. Dat is al uitgesproken door een van onze Nederlandse rechtbanken, dat bedrijven geen recht hebben op stikstofemissies. Maar dat bestaat wel bij CO2, waarom dan niet bij stikstof? Omdat dat een heel ander CO2, dat valt onder de Europese CO2-handel. Dat is een heel ander verhaal. Dat is Europees gezien is dat vrijgesteld. Maar ammoniak, en dat is ook conform de richtlijn industriële emissies, van een heleboel boerenbedrijven vallen onder de richtlijn industriële emissies. Als je meer dan 2000 varkens hebt, val je er ook onder. Dan is het zo, dan is er geen sprake van vergunde rechten. Dan zijn er vergunde emissies. Dus dat is punt 1. Maar het is niet alleen ons standpunt. Wij spreken ook veel boeren. Ook Farmers Defence Force hebben we regelmatig contact mee. En andere boerengroepen. Het merendeel daarvan is ook tegen stikstofhandel. En waarom is dat? Dat komt omdat we in Nederland al dierenrechten hebben. We hebben fosfaatrechten. Als een boer nou wil beginnen, ik stel het even heel extreem, dan moet je dierenrechten kopen, moet je fosfaatrechten kopen. Als er nog die stikstofhandel echt door zou gaan, moet je ook nog stikstofrechten kopen. Nou, dan is hij al meer dan 1 miljoen kwijt en dan heeft hij alleen nog een schoenendoos vol met papieren. En dan moet hij nog de stallen gaan kopen of moderniseren en vee gaan aanschaffen. Dan moet je, dus dan werkt de normprijs verhogen. Dus vandaar ook vanuit de boerensector is er erg veel weerstand tegen die stikstofhandel. En in een aantal provincies is het ook nog niet vrijgegeven, die stikstofhandel, om die reden. Omdat je aandurft dat veel stikstof dan wegvloeit naar industriële sectoren die veel kapitaalkrachtiger zijn. Mm-hmm. Een deel van de boeren die gaat stoppen, die is natuurlijk wel voor die handel, want die kan dan zijn stikstofemissies dus verkopen. Maar dus niet de rechter. Mm-hmm. Wat we ook zien op dit moment, dat dit leidt tot wildwestsituaties. Het is een complete chaos op dit moment in Nederland met die stikstofhandel. Met intern salderen, extern salderen. Intern salderen, ik wil niet te diep op de achtergrond daarvan ingaan, maar dat werkt dus met referentieniveaus. Dan moet je kunnen vaststellen, wat zijn mijn vergunde emissies 20 jaar geleden, want dat is dan vaak het referentieniveau. Nou, er worden daar allerlei dingen voor bedacht, afgebroken schuren, van alles wordt dan in stelling gebracht om historische rechten te formuleren. Dus het is één groot chaos, het is één groot fraudebedrijf op dit moment. Ja, maar ik kan me inbeelden dat het inderdaad niet eenvoudig is, maar de emissierechten op Europees niveau voor CO2-uitstoot, dat systeem werkt toch? De emissierechten, de emissiehandel op Europees niveau voor CO2-uitstoot, werkt toch? Werkt hij? Ja, hij begint een klein beetje te werken. Die CO2-handel bestaat al bijna 10 jaar. Die heeft vanochtend nooit gewerkt omdat die CO2-prijs veel te laag was. Mm-hmm. Dus als je een ammoniakhandel, dat kun je proberen die kant op te gaan, maar dat gaat je nooit lukken. Ook economen waarschuwen ervoor, ga dat niet doen. Wij hebben ook het ministerie pas een week geleden geadviseerd, stop die hele stikstofhandel, maak een nieuw programma aanpak stikstof. Dat klinkt raar uit onze mond dat wij dat zeggen. Maak een nieuw programma aanpak stikstof, dus een nieuw pas, maar doe het dan wel goed met een goed implementatieprogramma. 50% emissie, depositie, reductie in 10 jaar tijd. Dat is een veel betere oplossing dan die stikstofhandel die we nu hebben. Want ik zeg, het is echt wildwest op dit moment.
Ja, dan ga ik ook even bij Joris en bij Steven ook even kort horen of zij hetzelfde standpunt erop nahouden, om dan even op het andere thema door te gaan. Misschien eerst even Steven en dan Joris. Het idee van salderen is ons niet gelegen. Wat en reden... met salderen, even duidelijk wel, maken? Het is, zoals daarnet werd gezegd, in Nederland, als ik het goed begrijp, heeft men het systeem, als je een vergunning aanvraagt en dat zal een bepaalde uitstoot genereren, ga je eerst kijken of dat je dat intern in je bedrijfsvoering zelf niet emissie kunt reduceren om het zo te compenseren. En als je dat niet intern kan doen, dan ga je naar buiten toe en dan ga je extern. De reden waarom dat wij er bijzonder sceptisch tegenover staan, is omdat het ook een zeer een aantal perverse effecten heeft. Eigenlijk ga je de slechte leerlingen van de klas in dat systeem belonen, en de goede leerlingen van de klas ga je eigenlijk penaliseren. Want als ik doorheen de jaren eigenlijk elke keer de laatste technieken heb toegepast en enorme reducties heb gerealiseerd, geen winst meer op dat vlak in mijn bedrijfsvoering te halen, ja, dan ga ik nooit niet intern die winst halen, dus intern salderen zit er niet in. Dan moet ik extern gaan salderen en dan zijn het juist die slechte leerlingen van de klas die eigenlijk een enorme hoeveelheid uitstoot zullen kunnen op de markt brengen. Dus dat zijn, denk ik, inderdaad zeer perverse effecten van zo'n systeem. Oké. En dat maakt dat u er dus geen voorstander van bent. Joris, hoe staat u er tegenover? Wel, ik volg eigenlijk Steven. Hè. Voor dergelijke milieumaatregelen, als je niet van nul begint, is dat heel moeilijk om in te voeren, denk ik. In het verleden heeft de landbouwsector wel soorten van quota gekend. De melkquota is daar een heel gekend voorbeeld van. Dat had een aantal voordelen. Het was eigenlijk een gouden handdruk voor degenen die ermee stopten, hè, want die konden dan melkquotum dan verkopen aan jongeren. Maar voor de jongeren, en dat heeft Johan in het daarnet gezegd, is het natuurlijk een enorme drempel omdat je eerst al die quotarechten moet kopen vooraleer dat je kunt beginnen. Dus ja, dergelijke systemen, ja, soms zijn er voordelen aan verbonden en sommige niet, maar ik vind het een heel terecht punt van Steven dat hij zegt, ja, en dat mogen we absoluut niet doen, dat de slechte leerling van de klas, dat die... slechte leerlingen beloond worden. Hè. Landbouwers, er zijn landbouwers die allerlei systemen al hebben doorgevoerd en op een heel milieuvriendelijke manier te werk gaan. Ja, die krijgen dan minder rechten, dus daar zit dan echt wel iets pervers in, denk ik. Ik denk dat het voor andere systemen wel kan werken, maar niet voor hier zie ik het ook moeilijk in, alhoewel ik er geen specialist ben. Ja. Oké, even een stapje terugnemen. Veel mensen vragen zich ook af, wat is nu eigenlijk die negatieve impact van die stikstofuitstoot op mezelf, op mijn eigen woon- en leefomgeving? En in welke mate word ik daardoor negatief beïnvloed? Het lijkt een beetje voor sommige mensen alsof het een verf van hun bedshow is, omdat de onmiddellijke impact niet meteen duidelijk is. Het gaat over verzuurde gronden, het gaat over natuurgebieden die kwetsbaar worden, maar de directe impact naar de mensen zelf lijkt minder aanwezig. Marjolein, kan je ons daar ook even wat meer verduidelijking in geven? Ik moet direct zeggen dat ik daar weinig over kan zeggen, behalve dat stikstofuitstoot geassocieerd wordt met fijnstof. En fijnstof is wel degelijk een killer voor de volksgezondheid. Mm-hmm. Maar dan moeten, en daar heb ik geen antwoord op, daar moeten de effecten van de industrie en verkeer gescheiden kunnen worden van de effecten van de landbouw. En daar heb ik geen duidelijk zicht op. En als we kijken naar de negatieve effecten op onze ecologische omgeving, welke zijn die en in welke mate worden we daardoor getroffen? Ja, dat heeft te maken met de banalisering van de natuur, niet alleen maar in Natura 2000 gebieden, maar overal. Hier in Vlaanderen zie je overal de dominantie van, om het even wat, door bramen, netels, vlier en klimop, de grote stikstof minnende planten, ten koste van meer typische planten die we eigenlijk zouden willen terugkrijgen. Dat is overal een probleem. En het tweede probleem is dat stikstofemissies die van de landbouw komen, gaan gepaard ook met stikstofuitspoeling
die ons water lopen vervuilen. En ik vind het jammer dat men alleen maar spreekt over de uitstoot naar de lucht met emissie en depositie, maar niet de link legt met de andere grote lekken in hetzelfde systeem, namelijk uitspoeling. Wat heeft dit tot gevolg voor ons water? Is het dan een soort verzuring waardoor water niet meer drinkbaar wordt? Dus verzuring is typisch iets voor de grond, want die reactieve stikstof, vooral de ammoniak, heeft een verzurende werking op bodems, waardoor ook een aantal wilde planten problemen hebben om aan hun nutriënten te komen. Maar voor de waterlopen is het wel degelijk het eutrofieringseffect samen met fosfor. Mm-hmm. Dat is het andere probleem. Heel vaak wordt er dan alleen maar op stikstof ingezoomd, maar die problematiek hangt heel nauw samen met de fosforproblematiek. Mm-hmm. Okay. En dan krijg je dode waterlopen. En dat is nog altijd een groot probleem, omdat we met veel te veel drijfmest zitten in Vlaanderen. Mm-hmm. En dat heeft weer te maken met die industriële veeteelt. Dat wou ik daarnet al lang zeggen. We moeten stoppen met mensen die aan industriële kapitaalintensieve, niet grondgebonden veeteelt doen, om die landbouwers te noemen. Dit zijn geen landbouwers meer. Die hebben de landbouw opgegeven ten voordele van iets anders. Mm-hmm. Oké, dus het gaat wel degelijk ook over de grote, de zogeheten megabedrijven, die ook daar hun rol spelen. Eventjes ook meteen richting Joris gaan. Ja. Is het zo dat er eigenlijk wel een beperking zou moeten gezet worden op de grootte van bepaalde landbouwbedrijven en dat eigenlijk die industriële aanpak van de landbouw ons volledig boven het hoofd is gegroeid? Dat is een moeilijk debat. In Vlaanderen heb je een aantal hele grote bedrijven, dat klopt. Maar als je dat natuurlijk op Europese schaal bekijkt, hebben wij eigenlijk geen grote bedrijven. Zelfs als je het vergelijkt met Nederland, hebben wij ook eigenlijk relatief kleine bedrijven. Over hoeveel, als het over runder gaat, over hoeveel runder is het? Melkveebedrijven bij ons zijn iets van een 100, 150 koeien. En je hebt er een paar die naar de 500 gaan, dat is wel iets hoger. Maar in de Verenigde Staten is een bedrijf van 5000 melkkoeien geen enkel probleem. In Europa is het heel verschillend. Je hebt een aantal oude Oost-Europese landen die echt nog in het communistische regime heel grote bedrijven hadden. Ik denk aan Tsjechië en zo verder, maar dan heb je weer Polen met heel veel kleine bedrijven. Dat is een heel verschillend beeld. Onze bedrijven zijn groter geworden. En sommige zijn heel groot geworden. Maar niet om te zeggen dat ze mastodontbedrijven geworden zijn, zeker op Europese schaal, is dat niet het geval, denk ik. Mm-hmm. En wat betreft hetgeen dat daarnet gezegd is geweest over de ammoniakproblematiek, en we mogen ook niet doen of dat er nog niks gebeurd is. In 2000 was de uitstoot 120.000 ton van stikstof. In 2018 73.000 ton. Dus we zijn eigenlijk wel een enorm pak verbeterd. Maar waar we nu tegen beginnen aan te botsen, en we hebben dat met heel veel Europese richtlijnen gezien, hè, er zijn veel Europese richtlijnen in het begin van de jaren 90, ik denk aan nitraatrichtlijn, habitatrichtlijn, uitgevaardigd. En toen dachten we met z'n allen, dat gaat nog wel wat duren vooraleer dat die richtlijnen echt moeten nagekomen worden. En ja, zoals vaak in onze samenleving, beginnen wij veel te laat te ageren. En nu komen we dichter bij die deadlines, dat geldt ook voor de kaderrichtlijn water, en beginnen we eigenlijk echt te zien wat dat al effect gaat hebben. En we zijn daar veel te weinig mee bezig geweest, ik ben daarmee akkoord, dat dringend was om daar iets aan te doen. Maar er is al, ook zelfs naar het mestprobleem, is er veel gebeurd. Zijn we al waar we moeten zijn? Helemaal nog niet. En moet er een tandje bijgestoken worden? Ja, er moet zeker een tandje bijgestoken worden. Maar ik ben helemaal niet akkoord om te zeggen dat, dat er helemaal nog niks gebeurd is. Maar we zitten natuurlijk met die vraag om in die natuurgebieden die kwaliteit van natuur te verhogen. En dat moet, dat kan niet anders dan door nog een aantal zware inspanningen te doen. Hè. Ja, oké. Johan, die megabedrijven aanpak in Nederland, verschilt die in belangrijke mate met hier in Vlaanderen? En vindt u ook dat daar grenzen moeten aan gesteld worden? Zo ja, welke grenzen? Hangt het ook samen met de grootte van het land in kwestie? De grootte van de lidstaat in kwestie? De bevolkingsconcentratie? De beschikbaarheid van uitgestrekte landbouwgebieden al dan niet? Hoe moeten we dat beoordelen met betrekking tot die megabedrijven? Want we kunnen ons niet van de indruk doen dat natuurlijk in Canada, de Verenigde Staten, daar gigantische megabedrijven zijn.
die daar wel blijkbaar mogelijk zijn, maar hier dan beter niet? Ja, ik vind het eigenlijk niet zo interessant of je praat over middelgrote of megabedrijven of gigabedrijven. Het gaat om het aantal dieren wat je hebt in een land. In Nederland, dus spreek ik voor Nederland, hebben we gewoon veel te veel vee hebben we in het land. We hebben te veel koeien, we hebben te veel varkens, we hebben te veel kippen. En daar moet drastisch in gesneden worden. En of er dan een verschuiving plaatsvindt van kleinere bedrijven, van middelgrote bedrijven naar grote bedrijven, dat is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Okay. Dus dat wil ik er toch wel even bij zeggen. En die aantallen die ik net hoor van Vlaanderen, wat betreft de melkveehouderij, nou, dat zijn toch allemaal behoorlijke melkveehouderijen in Nederland. Vind je ze ook normaal gesproken niet boven de 300, dan zit je waarschijnlijk al op 90%. Maar van 500 vind je in Nederland ook nauwelijks. Ik geloof dat er eentje in Nederland zit die boven de 500 zit. Maar nogmaals, het gaat niet om het aantal bedrijven. Het gaat om het aantal dieren wat we in het land hebben. Want dat is bepalend voor de stikstofemissie. En wat betreft wat ik net hoorde, ja, ook in Nederland heeft de sector al een heleboel gedaan. Maar het is wel zo, de afgelopen 10 jaar is de ammoniakemissie dus helemaal niet meer omlaag gegaan. Is zelfs weer iets gestegen. Ondanks alle inspanningen. Dus wat dat betreft is er nog een lange weg te gaan. En we zitten ook met natuur die zwaar overbelast is. Hè? We hebben veel te veel stikstof in de natuur zitten. En dat is gekomen door decennia lang, zeker 30 jaar lang, een zware overbelasting. Daar gaan we nou de tol voor betalen. Want we moeten nou dus extreem ver terug, omdat we 20 jaar geleden verzuimd hebben om daar maatregelen voor te nemen. Kan u even ook zeggen, wat is die concrete tol die moet betaald worden? Waaraan zullen we dat merken en wat zullen we aan nadelige gevolgen ondervinden? Nou, als je kijkt de strengheid van de uitspraak van het Europese Hof van november 2018, dan mag er eigenlijk helemaal geen 100ste, geen 200ste, geen 300ste mol meer bij, stikstof per hectare per jaar, als je zit met een overbelast gebied. Dus ik denk dat realiseert men zich nog niet, ook in Nederland realiseert zich men nog niet volledig. Van, je kunt nou wel zeggen van nou, ik ga extern salderen, dan ga ik daar stikstof vanaf halen en dan ga ik dat bij mij bijvoegen en dan blijft het gelijk. Maar 2 weken geleden is er net een studie uitgekomen van een consortium van Nederlandse ecologen. En die zeggen, stilstand is nog steeds achteruitgang, want we hebben nog steeds veel meer depositie dan de kritische depositiewaarde. Dus ook als je stuurt op gelijkblijvende stikstofdepositie, wat je dus eigenlijk doet met die stikstofhandel, dan ben je nog fout bezig als je de uitspraak van het Europese Hof volgt. Dus dat kan helemaal niet. Dus wij gaan ook dat verschijnsel van extern salderen, dat zijn we nou op grote schaal juridisch aan het aanvechten. Want dat willen we ook van tafel zien te krijgen om die reden. Juridisch kan het ons onderzoeken. Maar gaat het over onmiddellijke gevolgen in zaken het ecologisch systeem dat verarmt, minder variëteiten aan planten en fauna en flora, of gaat het ook over gezondheidsimpact op mensen en dieren? Beide. En dat, wat het laatste betreft, welke gezondheidsimpact? Nou, voor de mens bijvoorbeeld ammoniak en NOx en ook zwaveldioxide, maar zwaveldioxideconcentraties zijn relatief laag tegenwoordig, maar ammoniak met stikstofoxide, dat vormt ook ammonienitraat. Dat heet secundair aerosol. En in Nederland is dat voor een substantieel deel is dat afkomstig van die combinatie van verkeer en landbouw. Dus zo gauw je dus ammoniakconcentraties in de buitenlucht verlaagt, dan ga je ook dus die concentraties aan secundair aerosol die ga je verlagen. Dus dat is impact op onze ademhaling bedoel je? Ademhaling, dus direct op de ademhaling. Nou, wat betreft nitraat in drinkwater, dat weten we al 30 jaar dat het niet gezond is, want het vormt nitrosamide. Dat is kankerverwekkend. Vandaar dat er nitraatnormen zijn voor drinkwater. Maar die kunnen we op een aantal plekken in Nederland nauwelijks nog niet halen vanwege die normen. Vanwege die uitloging, wat Marjolein het ook zei. Dus naar het grondwater en een diepere grondwater. Op veel plekken in Nederland is het diepere grondwater zwaar verontreinigd met veel te hoge concentratie van nitraat. Dus dat zijn dan direct de gezondheidseffecten op de mens. Ik heb een half jaar geleden ook een Belgische studie gezien die dat bevestigde. En dan heb ik het over de ecologie, dat met name de neergang van de insectenbestand,
dat wordt ook grotendeels veroorzaakt, of in ieder geval hangt nauw samen met die verzuring en vermessing als gevolg van stikstof. Dat is ook eigenlijk heel logisch als je erover nadenkt. Als je een landschap hebt van alleen nog maar bramen en grassen, en in ieder geval een hele eenzijdige plantensoort, dan gaan ook de insecten dood en de vogels die verdwijnen ook. Dus je hele ecosysteem stort in op den duur. En dat zien we op dit moment op een aantal plekken in Nederland zien we dat gewoon gebeuren. Dat het hele ecosysteem instort om die reden. Dus ook het verdwijnen van insecten heeft daar ook mee te maken. En ook het verdwijnen van vogels heeft daar mee te maken. Dus dat gaat heel diep. Oké, ik wil hier eventjes kijken naar de diverse opmerkingen uit het publiek. Ik heb een aantal chatberichten zien voorbij komen. En ik wou even aan Sander de mogelijkheid geven om misschien een aantal ervan aan bod te laten komen en onze panelleden daar even op te laten inhaken. Ja, ik zal eventjes als voice-over dat doen. Ik zie eigenlijk vooral opmerkingen en ja, het zijn duidelijk allemaal mensen die nauw bij het onderwerp betrokken zijn, tenminste een aantal, en die er ook het een en ander vanaf weten. De panelleden zien die opmerking, neem ik aan, ook. Dus het zou ook kunnen dat er misschien panelleden zijn die willen reageren op een opmerking. Anders kan ik het wel uitkiezen, maar ziet iemand een opmerking waar die misschien op zou willen reageren? Op dit moment. Ik zag ook een bericht passeren van iemand die zei, weten we wat die impact is van de Antwerpse haven bijvoorbeeld op het vlak van stikstofuitstoot? Is daar studiewerk over beschikbaar? Kan iemand dat zeggen? Ik kijk naar Steven bijvoorbeeld. Ik zal niet zeggen dat er geen impact is en daar is studiewerk van. Het is... Natuurlijk, zo zelf de Antwerpse haven en de uitbreiding van de Antwerpse haven, want die ligt ook dan nu op tafel en daar zijn ook gesprekken en daar zijn ook studies lopende. En dat is een moeilijk verhaal. Meestal, als we hier dan wel spreken over het NOx-verhaal, dan gaat het hier over vaak achtergronddepositie. Die uiteindelijk de rechtstreekse impact op... De nabije omgeving is wat minder groot, maar natuurlijk de uitstoot is er en dat zal zich zeer diffuus verspreiden in de wijde omgeving. Dus uiteraard wordt dat in kaart gebracht en uiteraard is daar impact, net zoals de haven van Rotterdam en het Ruhrgebied ook impact hebben op de buurlanden. En dat is een moeilijk verhaal, dat weten we ook. Maar dat is dan weer iets... Je moet, vind ik, een onderscheid maken tussen zaken die je generiek oplost en zaken die je gebiedsspecifiek oplost. Mm-hmm. En dan moet je kijken van bijvoorbeeld, zoals ik daarnet al aanhaalde, het verschil in depositiesnelheid tussen ammoniak en NOx, die is er. Vandaar, als men gebiedsspecifiek, zal men eerder richting die veehouderijen kijken. Generiek kijkt men dan inderdaad eerder naar die industriële processen. En toch ook wel een belangrijke die ik daarnet wou opmerken in het debat. Er moet iets gebeuren. Hè? Iedereen is over eens, er moet iets gebeuren. De vraag is natuurlijk tegen wanneer en hoe gaan we daar naartoe werken. En dan denk ik ook om dat dan programmatisch aan te pakken. Stellende van kijk, in tussentijd we willen die vergunningstop vermijden. We weten dat we tegen een bepaalde datum bepaalde doelen willen realiseren. Hoe kunnen we die doen zonder dat we daar vandaag of morgen vergunningen moeten opzeggen, vergunningen moeten weigeren en ook effectief drama's veroorzaken? Hè? Ik bedoel, ik begrijp perfect, Joris, het is hier niet de bedoeling om elke keer de zondebok aan te duiden, maar dat zijn drama's ook dat er afspelen in die familiebedrijven natuurlijk. Hè. Dus ja. Ik denk dat we maar daar... Toch even daarop inpikken. U zei daarnet, ja, we mogen er niet op komen dat vergunningen niet meer mogelijk zijn. Maar ik verwijs terug naar de vragen die we hebben voorgelegd. En daar was toch de meerderheid van het panel het erover eens dat een vergunningenstop hier in Vlaanderen wel degelijk eraan komt, vroeg of laat. De vraag is, wat ga je stoppen met vergunnen? Ga je stoppen met een uitbreiding in de Antwerpse haven?
die 10.000 werkplaatsen kan opleveren in toegevoegde waarde? Of ga je stoppen met vergunnen van een nieuwe veehouderij in de nabijheid van een speciale beschermingszone? Ik bedoel, je moet daar keuzes in maken. Mm-hmm. En ik denk niet dat het de bedoeling is dat een volledige economie stopt. Ik denk dat dat ook niet de bedoeling is zelf, van als ik de natuurbewegingen hoor, want op die manier verlies je ook het volledige draagvlak dat er bij de bevolking wel bestaat om aan natuurontwikkeling te doen en zo verder en zo verder. Dus ik ben er akkoord, niet alles kan en mag. Je moet daar wel rationeel in zijn. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Eventjes ook daarop doorgaand, want die antwoorden waren toch overwegend ja, als het erop neerkwam dat een vergunningenstop, zoals in Nederland hier ook, vroeg of laat eraan komt. Ik kijk even naar Johan. Je hebt het nu op het ogenblik in Nederland. Dat wil dus zeggen dat er heel veel stil ligt, dat er ook weinig beweegt op economisch vlak. Is dat een goede situatie? Of zegt u, ja, we moeten toch met die vergunningenstop naar een situatie komen zoals Steven beschrijft. Er zijn toch ook wel vergunningen nodig om ook de economie te laten groeien of te laten verder evolueren. We kunnen niet achteruit gaan met onze economische mogelijkheden. De werkstelling hangt daarmee samen. Hoe staat u daar tegenover? Nou ja, dat is de intensieve veehouderij die gijzelt de Nederlandse economie. Als je kijkt dus naar de agrarische sector, die doet een kleine 2% van het bruto nationaal product. Maar die legt op dit moment wel het hele land plat vanwege de ammoniak. En wij weten van miljarden investeringen, zowel in Groningen, dus in Noordoost-Nederland, als in de Rotterdamse haven, ook miljarden investeringen, die kunnen op dit moment niet doorgaan, omdat er geen stikstofruimte is. Mm-hmm. En natuurlijk is dat geen goede zaak. Dat vinden wij ook. Maar toch spelen wij dit spel op dit moment echt glashard. Want wij zijn in Nederland al 30 jaar bezig. Er zijn al 30 jaar zijn de beloftes van ministers geweest. Ja, we gaan de veestapel reduceren. We gaan de stikstofemissie verminderen. Maar 30 jaar lang is er al niks van terechtgekomen. Dus wat ons betreft, dus vanuit de milieubeweging, is het nu een kwestie van buigen op barsten van de regering. Je moet nou keuzes maken. En dan zijn we bij premier Rutte natuurlijk niet aan het goede adres, want dat is niet bepaald een premier met visie, tenminste daar houdt hij ook niet van. Maar we zullen het volgende kabinet, zal dat toch hele harde maatregelen moeten nemen, want anders zit de Nederlandse economie de komende 4 jaar gewoon glashard op slot. En wij juichen dat ook niet toe, maar dat is de consequentie van de weigering om nou keuzes te maken. Want wij moeten keuzes maken in wat voor Nederland wij willen hebben over 15 jaar, over 20 jaar, in wat voor land willen wij dat onze kinderen leven over 20 jaar. Die keuzes die moeten nu gemaakt worden. En binnen de agrarische sector ligt de sleutel daarvoor? Wat? Binnen de landbouwsector ligt daarvoor de sleutel, zegt u? Tuurlijk, de landbouwsector is een hele belangrijke speler op dat gebied, maar ook industrie zou moeten bijdragen. Maar wij denken ook dat de landbouw een heleboel kan doen. Want dat zal een combinatie zijn van veehouders uitkopen. Mensen, zoals ik al zei, die toch al willen stoppen, of die geen opvolgers hebben, of opvolgers die willen het niet overnemen, dat is één ding. Maar van de andere kant, er zijn ook nog wel technische mogelijkheden, denk ik. Want onze universiteit, onze wereldberoemde Universiteit van Wageningen, die heeft al die jaren gestuurd op drijfmest, drijfmest, drijfmest. Het denken is nou om. In Wageningen zegt men nu, dat is toch een historische vergissing geweest. Wij moeten naar systemen met gescheiden mest- en urineopslag. En daar zijn heel veel mogelijkheden om ammoniak en ook lachgas en ook methaanemissies te reduceren. Dus dan pak je weer ook dit samen met het klimaat. En, dus daar kun je ook een heleboel in doen. Dus die combinatie zal het moeten zijn. Maar je moet het wel integraal bekijken. Dus met klimaat, met stikstof, met dierziektes, alles bij elkaar. Niet stukje voor stukje, want daar kom je nergens. Maar de economie zit op slot, de industrie zit op slot op dit moment. Ja, ik wil even inpikken op die 2% binnen het bruto binnenlands product, het belang van de landbouwsector in Nederland. Iemand schrijft ook in de chatberichten, ja, in België zou het slechts 0,35% zijn van het bruto binnenlands product.
Ik kijk even naar Joris en ik wil er ook even op doorgaan. Ja, je kan wel zeggen uiteraard dat het belang of het soortelijk gewicht van de landbouw in onze lidstaten of in Vlaanderen en in Nederland vrij laag ligt. Maar dat komt dat ook niet omdat we natuurlijk heel veel voedsel importeren en veel minder van de korte keten gebruik maken. En is het dan ook niet het probleem verschuiven naar het buitenland? Op die manier, als we dan wijs van spreken, hier de landbouwproductie verminderen en nog altijd in het buitenland heel veel laten invoeren. Dat is, ik weet niet of je dat op Belgisch of laat staan op Vlaams niveau moet bekijken. In mijn ogen, een voedselvoorziening, ja, dat moet je eigenlijk eerder op Europees niveau bekijken. Want ja, wij exporteren veel, maar natuurlijk, als je dicht bij de grens woont, als je bij ons 50 kilometer of 100 kilometer rijdt, dan ben je al aan het exporteren. Ik weet niet of dat een goede maatstaf is. Plus de import en export, ja, dat is ook heel, dat heeft ook heel veel te maken met onze havens. We zijn bijvoorbeeld een belangrijke importeur en exporteur van bananen. We zijn de 13e grootste importeur en exporteur van rijst. Maar dat heeft gewoon met onze havens te maken. Hè. Ik zou ook het belang van landbouw niet onderschatten. Rechtstreeks de landbouwsector zelf en beperkt percentage van het bruto nationaal product. Maar als je kijkt naar onze voedingsindustrie, die toch heel sterk gebouwd is op die landbouwsector. En dan komen we toch wel tot andere percentages. En de voedingsindustrie is de grootste industriële sector in Vlaanderen, samen met de farmaceutische sector. Mm-hmm. Dus ik zou daar niet zomaar veronachtzamen dat het totaal geen enkel belang heeft. En het klopt natuurlijk, die bedrijven die zullen zich wel met hand en tand verdedigen om natuurlijk overeind te blijven en economisch actief te blijven. Hè. Mm-hmm. En het is altijd een spel een beetje van comparatieve voordelen die je op een bepaald moment hebt en die je dan op een ander moment verliest. Wij hadden hier een aantal comparatieve voordelen omdat we niet dachten dat er grenzen waren aan het milieu. En we dachten dat het milieu een spons was die alle uitstoot die we de lucht instoten, dat die eigenlijk gerecycleerd werd door het milieu en door de natuur. En ja, dat bewustzijn is er nu. Hè. Ik geef toe, hè, zoals vaak, iets te laat. Maar eens dat die bewustzijnsvorming er is, dan denk ik dat er toch nog wel heel veel kan gebeuren. En ik zou niet volledig direct de handdoek in de ring gooien en zeggen van, hier kan niks meer gebeuren. Hè. Want we hebben hier een aantal comparatieve voordelen. Ik denk melk, om melk te produceren, hè, zowel in Nederland als in Vlaanderen. We hebben een heel lang groeiseizoen. We hebben hier een goede grasgroei, maar ik ben ook akkoord. Hè. Ik spreek de mensen die een hart hebben voor natuur en ik heb ook een hart voor natuur niet tegen dat onder betere omstandigheden moet dan in het verleden het geval is geweest. Maar ik vind het ook geen goede zaak en we zien dat nu eigenlijk al, hè, dat er producties verschuiven, hè, dat dan verschuift naar Spanje, hè, waar je enorme toename ziet van bijvoorbeeld de varkensproductie. Ja, ik weet niet of we onze koeien in meer een droog gebied zoals Spanje moeten gaan verplaatsen. Hè. Wij kunnen dat hier op een heel efficiënte manier. Ik geef vaak het voorbeeld, hè, en dat is dan meer in het kader van het klimaatverhaal. Wij produceren in Europa 160 miljard liter melk. Wij doen dat met 23 miljoen koeien. In India produceert men ook 160 miljard liter melk, maar daar doet men het met 123 miljoen koeien. Mm-hmm. Dus naar methaanuitstoot is wel een ander verhaal, maar ik wil het toch maar eventjes meegeven om te laten inzien dat het allemaal niet zo zwart-wit is. Akkoord dat er te laat gedacht is geweest van we moeten aan dat milieuprobleem, dat natuurprobleem iets doen. Maar die sectoren die zullen dat wel doen. Een mooi voorbeeldje, denk ik, is de tomatensector in Vlaanderen. En die hadden een groot milieuprobleem, hè, want die gebruikten zware stookolie om hun serres te verwarmen. Hè. Op een bepaald moment was dat niet meer mogelijk. Zijn ze er moeten mee stoppen. Die zijn allemaal overgeschakeld naar warmtekrachtkoppelingen. Hè. In de toekomst zullen ze misschien naar nog een duurzamere energiebron overschakelen. Maar wat is er gebeurd? En ik weet dat heel veel mensen dat ook niet graag horen. Ja, van de 1000 tomatenbedrijven die we hadden een twintigtal jaar geleden, er schieten er nog 130 van over. Hele grote wel. En dat zie je telkens opnieuw gebeuren. Dat is wanneer dat er milieuwetgeving wordt opgelegd, wanneer dat er dierwelzijnswetgevingen worden opgelegd, dat bedrijven groeien.
En dat bedrijven groter worden, professioneler worden en proberen eigenlijk milieuvriendelijker te worden. Hè. Een aantal bedrijven die totaal de wetgeving niet volgen, en dat je natuurlijk in alle sectoren niet aangesproken, en die moeten natuurlijk wel heel hard aangepakt worden. Het freeridersverhaal van bedrijven die het niet goed doen, dat speelt iets gemakkelijker in sectoren die met diffuse vervuiling die diffuse vervuiling veroorzaken, zoals de landbouwsector, en kun je minder gemakkelijk controleren. Ik heb dat ook al meegemaakt in zaken mestproblematiek. 95% van de landbouwers doen geweldig hun best in een bepaalde regio. Eén landbouwer verknoeit het, maar het is een diffuse vervuiling. We kunnen moeilijk traceren waar dat het gebeurd is. En ja, die 95% zijn de dupe van die ene landbouwer die het verkeerd doet. Bij in industriële processen waar je vaak puntvervuiling hebt, kun je dat veel beter monitoren en controleren. Dus landbouw is wel een wat specifiek verhaal. Mm-hmm. Maar we hebben een aantal troeven, en ik zal die ook niet overboord gooien. En ja, de bedrijven zullen zich ook enorm verberen om dat overboord te gooien. Hè. Ja, we zien ook wel een evolutie, en ik kijk even naar Marjolein, ook binnen die agrosector of agro-ecologische sector, waarbij dus die korte kring ook belangrijk wordt, de korte keten, waarbij ook kleinschalige bedrijven met kwaliteitsproducten zich meer en meer gaan profileren. Ja, er werd daarnet ook al het probleem van de industrialisering in de landbouw aangehaald. Is het wel degelijk zo dat ook daar belangrijke meerwinsten kunnen gehaald worden? We hebben de technologische mogelijkheden om ook wel in zaken productie een inhaalbeweging te maken, maar misschien zijn er ook wel in zaken consumptiepatronen ook wel op dat vlak inhaalbewegingen te maken. En daar spelen die kleinschalige bedrijven op in. Ja, dat is natuurlijk mijn stokpaardje. Ik ga het proberen kort te houden. Ik wou even nog teruggrijpen naar de oorsprong van de stikstofproblematiek, die dateert van heel lang terug. Toen eigenlijk een aantal beslissingen zijn genomen voor de boeren, namelijk natuurlijk schaalvergroting, maar daarmee gepaard gaan specialisatie, of veeteelt of akkerbouw, pardon, en binnen de veeteelt specialiseren op één bepaald dier en dan één bepaalde productie per dier. Daarmee gepaardgaand zijn er andere stallen voorgesteld, weg van de arbeidsintensieve stalmeststallen en naar de drijfmeststallen toe. En zoals Joris zei, zonder enige consideratie van de milieuproblemen die dat zou geven. En ten derde is de schaalvergroting niet het rechtstreeks gevolg van het opleggen van milieunormen, die was al lang bezig. En daarbovenop zijn de milieunormen gekomen die nog eens een nieuwe push hebben gegeven aan die schaalvergroting in één richting, voornamelijk, dat is een dominante richting, meer technologie om de milieubelasting in te perken. Mm-hmm. Maar er is een andere manier van doen. Er is een manier van doen die men noemt zich terugtrekken uit die push naar specialisatie, schaalvergroting en technieken die eigenlijk het ecosysteem openbreken. Mm-hmm. En teruggrijpen naar oude principes van kringlooplandbouw, gemengde bedrijven, stalmest liever dan drijfmest, voor heel veel ecologische redenen, maar ook economische redenen is dat veel interessanter. Mm-hmm. Bijvoorbeeld voor bodemgezondheid en plantengezondheid. Ik probeer het kort te houden. Mm-hmm. En de meerderheid van de bedrijven in Vlaanderen, ook in Wallonië, want ik ken beter Wallonië dan Vlaanderen, willen klein blijven, willen niet verder in die schaalvergrotingswetloop meegaan, omdat ze voelen dat dat dodelijk is. Mm-hmm. De winnaars van vandaag zijn de verliezers van morgen. Mm-hmm. Dus het moeten stoppen voor een boer is een drama. De meeste boeren vinden het een echte nederlaag om te moeten toegeven dat het niet meer verder kan. Hè? Mm-hmm. En dat is dan om economische redenen. We moeten niet vergeten dat men boeren onder druk heeft gezet om zo goedkoop mogelijk te produceren, dankzij al die technologische innovaties, maar die dan bleken zoveel te kosten dat het bedrijf nog altijd geen positieve marge uit zijn productie haalde, maar in tegendeel soms een negatieve marge. En dat kan maar een aantal jaren doorgaan. En op een bepaald moment moet de boer zeggen, stop.
Ze kunnen het op een andere manier doen door meer ecologie erin te steken en een soort van terugtrekking te doen uit steeds meer technologie, zodat de kosten worden gedrukt, een hoogwaardiger product te leveren met meer toegevoegde waarde dat binnen het bedrijf wordt gehouden. En vaak is dan de laatste stap eigen afzetkanalen zoeken, zodat ook de prijs zelf kan bepaald worden, in plaats van zomaar de prijs passief te aanvaarden die een of andere wereldmarkt dicteert. Want heel specifieke economische activiteit niet te vergelijken met autoproductie of gsm-productie, niet delokaliseerbaar, zeer erg gericht op bevrediging van primaire behoeften van mensen, en zo moet het weer terug beschouwd worden. Ja, zou ik uw voorbeeld kunnen vergelijken met bijvoorbeeld het bierbrouwen, waarbij men teruggaat naar de meer ambachtelijke technieken en waarbij men ook kleinschaliger werkt. Heeft een enorme evolutie teweeggebracht met craft brewers die in de drankensector dan ook tegenover grote biermastodonten hun eigen marktpositie vinden en ook heel welvarend en ook economisch kunnen erop vooruit gaan. Maar wat u dan zegt, en dat verondert een beetje, is dat de technologie daar toch wel een beetje wordt opzij gedrukt en dat u zegt, die technologisering moet niet verder gaan. Terwijl binnen de brouwerijsector de craft brewers, de kleine ambachtelijke brouwers, wel degelijk ook van moderne technologie gebruik maken. Het een sluit het ander niet uit. Nee, het een sluit het ander niet uit. De vraag is, wat voor technologie? Mm-hmm. Neem het voorbeeld van de melkveebedrijven, waarbij op dit moment de schaalvergroting dermate is dat koeien nauwelijks nog buiten kunnen grazen. En dus het hele voordeel van onze grasgroei in gematigde streken gaat eigenlijk verloren. Ten tweede moeten ze dan naar... Dus dat geeft dan zoveel werk voor het melken. In het Frans noemen ze dat un travail d'astreinte. Dus iets dat zodanig veel tijd per dag neemt dat er daar enorm wordt op ingezet om aan arbeidsbesparing te doen. En daar zie je dus... Een hele race van technieken. Geert Mak heeft dat heel mooi beschreven in zijn boek Hoe God verdween uit Jorbert. Mm-hmm. En hij is maar tot aan de melkstallen geraakt. Maar na de melkstallen kwamen de robots. En nu komen de melkcarousels op. Ja. Dat zijn eigenlijk de enige technieken die 200, 200, 300, 400 koeien nog de baas kunnen. Mm-hmm. Nou, kort. Dus maar dat zijn zeker en vast niet de sterkste bedrijven economisch gezien. Maar mm-hmm. zij werken met de laagste marge per liter geproduceerde melk. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Joris, ik zag je af en toe ook even knikken. Is dat iets wat realistisch is? Het model waarbij, zoals Marjolein bepleit, die grotere kleinschaligheid, teruggaan naar ook technieken die al vroeger bestonden, die ook veel meer diversiteit naar voren laten komen? Wel, ik zou niet teruggaan naar Bokrijk, maar ik zou wel de nieuwste technieken omarmen om... terug te gaan naar een aantal heel oude principes die we misschien vergeten zijn, waar we te weinig aandacht hebben voor gehad. Ik denk bijvoorbeeld aan de bodem. Het is dan iets minder met veeteelt te maken. Dus ik ben daar zeker voorstander van om dat te doen. Maar het gaat er mij ook om de totale landbouw eigenlijk milieuvriendelijker en duurzamer te maken. En ik zou zeggen, laat de landbouwers zelf hun pad kiezen. En niet iedereen, als we het dan ook over de korte keten hebben, niet iedereen is in de wieg gelegd om een korte ketenboer te worden. En we moeten ook opletten, en ik weet het, en wij omarmen het ook, want wij hebben ook een samenwerking met een vijftal korte ketenbedrijven waar we ook onderzoek rond doen. Ik heb er enorme sympathie voor. En ik doe het zelf ook persoonlijk voor een stukje. Maar we mogen ook niet vergeten, iedereen zegt de COVID-crisis, het korte ketenverhaal is enorm toegenomen. En dat klopt, ik heb nog cijfers gezien deze week, het is met 30% toegenomen, de verkopen op de korte keten. Maar het is van 0,9% naar 1,2% gegaan. Dus we moeten opletten. Hè? Dus dat betekent dat nog 98,8% van de mensen niet een product gaat kopen op de boerderij, maar dat die hoofdzakelijk kopen in de supermarkt. Mm. En ja, we zitten in gans de wereld met een verstedelijkende bevolking. Het is ook het is ook eigenlijk een wonder van het voedselsysteem, hè, waar heel veel negatieve punten aan zijn naar druk op het milieu. Ik ben de eerste om het toe te geven. Maar langs de andere kant zorgt het er wel voor dat steden zoals Londen met 10 miljoen mensen, dat die drie keer per dag een gevarieerd voedingspatroon krijgen. Hè. En
ja, wij voeren, en ik weet, hè, we moeten meer seizoensgebonden producten eten, allemaal akkoord. Maar Piet, u sprak daarnet van de brouwers. Hè, en ik weet dat sommige mensen zeggen, we gaan alles zelfvoorzienend proberen hier te realiseren in Vlaanderen. Maar onze brouwers, van waar komt onze brouwersgerst? Die komt niet uit Vlaanderen. Nee. Er wordt in België geen nauwelijks brouwersgerst geproduceerd. Wij zijn het nu aan het doen op onze proefvelden, omdat de brouwerij Huygen van Delirium, dat ligt hier juist naast ons, die hebben ons gevraagd, kunnen jullie daar niet mee experimenteren? Dus wij zijn hier met brouwersgerst bezig, maar we moeten ons goed beseffen, brouwersgerst wordt niet geproduceerd in Vlaanderen, in België, wordt allemaal ingevoerd. Het is volledig ingevoerd. En ja, we hebben onze wereld geglobaliseerd. Er zijn negatieve aspecten aan de globalisatie, maar er is één groot voordeel. We werken met levend materiaal in land- en tuinbouw. En als er zich iets voordoet, en je kunt geen producten invoeren van elders in de wereld, dan zijn er onmiddellijk problemen. Oké, wij voelen het niet. In 2007 hebben we het eventjes gevoeld van de prijzen schieten de hoogte in. Maar dan mogen we toch ook niet veronachtzamen. Het is het spel van elkaar bijspringen met producten. Dat is een beetje toch hetgeen dat ik hier ook nog eventjes wou op tafel leggen. Ja, oké. Okay. Er was nog iemand die ook zei in een chatbericht van moeten we misschien niet ergens de kostprijs van stikstofuitstoot ook in de productie gaan aanrekenen of gaan fiscaliseren. Steven, is dat een pad dat kan bewandeld worden, waarbij men ook meer en meer toch wel die negatieve effecten op het milieu ergens op een bepaalde manier gaat verrekenen, dus noodsfiscaal gaat internaliseren? En is dan de optie dat we dan uit het buitenland de goedkopere producten binnenhalen? Ja, dus u zegt meteen ook, het zou moeten op internationaal niveau dan gebeuren. Mm-hmm. Ja, daar zitten we een beetje met iets wat als een rode draad in het verhaal terugkomt. Die internationale impact. We hebben het in het begin van het debat al opgemerkt. Er is voor een belangrijk deel, berekeningen wijzen op de helft van de stikstofuitstoot is afkomstig van buurlanden. In Nederland is het probleem gelijkaardig. De buitenlandse impact is ook niet te onderschatten. En vanuit Europa wordt elke lidstaat nu op gewezen om volgens zijn eigen nationale normen ook wel degelijk de stikstofuitstoot naar beneden te brengen. Is dat niet wat contradictorisch, Johan? In Nederland, vanuit Nederland exporteren we 4 keer zoveel stikstof dan we importeren. Mm-hmm. Dus Nederland staat aan de top van de stikstofexporteurs in Europa. Dus alle lidstaten moeten Nederland als zondeboek aanwijzen. Nee, dat is gewoon zo. Dat zijn de cijfers. Ja. Dus laat dat duidelijk zijn. Maar wat betreft die beprijzing, ik denk dat we toch om de hete brei heen draaien. Kijk, als je dus naar alle problemen kijkt die op dit moment op de intensieve veehouderij afkomen, dan is het niet alleen de ecologische problemen, maar ook de lage prijzen van de producten. Dat is nog niet aan de orde geweest, maar die melkprijs, dat die zo laag is, dat komt omdat er te veel melk geproduceerd wordt. Dat is een heel simpel gegeven. Een kwestie van vraag en aanbod. Als je te veel produceert, dan keldert de prijs. Dus wat dat betreft zou het ook heel verstandig zijn om een heleboel dierlijke producten uit de markt te halen. Ja. Een ander punt, dat is nog niet genoemd, moeten we ook niet vergeten. Tenminste, in Nederland is een hele sterke stroming aan de gang onder de jeugd tot meer plantaardige voeding. En dat is niet alleen uit ideële overwegingen, deels ook wel. Maar dat zou veel gezonder voor ons zijn. Als Europa. In Europa eten we veel te veel dierlijke producten. Veel meer dan gezond is, dan goed voor ons is. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, als die ontwikkeling doorzet, dan komt er nog meer druk op de prijzen, gaan de prijzen nog veel verder omlaag. Het derde punt waar ik ook voor wil waarschuwen, ook voor Vlaanderen, van heb niet te veel vertrouwen in techniek. De afgelopen 10, 20 jaar is er al veel geïnvesteerd in techniek. En de afgelopen 10 jaar is de stikstofemissie vanuit de landbouw niet meer afgenomen. Dus eerder zelfs iets toegenomen. Met zogenaamde, wat boeren ook noemen, tovervloeren, ammoniakarme stallen. Nou blijkt dat vele duizenden tovervloeren die aangeschaft zijn door boeren, dat blijkt dus helemaal niet te werken, blijkt uit metingen. Dus daar heeft de rechtbank ook een uitspraak over gedaan. Dus dat mag ook niet meer. Dus daar gaat het ook op onderuit. Dus ik wil waarschuwen van, beste mensen, vertrouw niet te veel op techniek. Draai niet te veel om de hete brei heen.
Je zult echt, ik denk ook in Vlaanderen, qua orde van grootte ook naar een halvering van de veestapel moeten. En misschien zelfs ook nog wel iets verder. Vergelijkbaar met Nederland. Mm-hmm. Oké. Okay. We ain't seen nothing yet. Ik denk dat er nog veel op ons afkomt en dat er ook een heel aantal aspecten hier behandeld zijn die duidelijk maken hoe diepgeworteld het probleem is en hoe we al dan niet ook bepaalde paden kunnen bewandelen om vooruit te komen. Ik had de indruk dat ook uit de beginvragen die gesteld werden, maar ook uit de antwoorden die nadien aan bod kwamen tijdens het debat, dat er toch nog hoop is, dat er mogelijkheden zijn, maar dat we terzelfde tijd ook vrij realistisch moeten zijn, dat we ons geen illusies moeten maken om dit probleem aan te pakken. Ik heb ook vastgesteld dat er heel veel interessante chatberichten passeerden, dat de mensen ook heel aandachtig geluisterd hebben en ook mee, als het ware, hun opmerkingen ook gelanceerd hebben. Velen hebben het gelezen. Niet elk chatbericht is aan bod gekomen, maar het is ongetwijfeld ook opgemerkt geweest door de panelleden en de andere mensen in het publiek. En ik wil daarvoor iedereen ook bedanken. En in het bijzonder uiteraard ook onze panelleden die hiervoor de nodige voorbereiding hebben genomen, die allemaal heel beslagen aan het roer kwamen en die mogelijkerwijs ook in de toekomst hun bijdrage kunnen leveren vanuit hun specialisatie om dit probleem aan te pakken.